Goedemiddag, welkom. Mijn naam is Ruben en samen met Jules zullen wij dit interview leiden. In deze reeks gaan wij in op de duurzaamheid van het voedselsysteem. Weet wat je eet. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we samen met onze gasten. En de gast vandaag is Diederik Samsom. Diederik Samsom heeft in zijn vroegere jaren technische natuurkunde gestudeerd, is actief geweest bij Greenpeace, maar we kennen hem natuurlijk als fractievoorzitter bij de PvdA. Tegenwoordig is hij kabinetchef bij Frans Timmermans. Diederik, welkom en leuk dat je er bent. Hi. Nou ja, zoals ik net al een klein beetje verteld heb over de titels die je ook draagt, ben je best wel actief geweest in het klimaat. En wij waren eigenlijk best wel benieuwd, waar komt jouw passie nou vandaan voor klimaat en milieu? Ik denk dat dat vooral terug te voeren is naar mijn jeugd. Ik was 15 toen Tsjernobyl ontplofte, de grootste kernramp in de geschiedenis. Ik was 14 toen de Rainbow Warrior werd opgeblazen door de Franse geheime dienst in Auckland, Nieuw-Zeeland. En ik was 13 toen ik een boek kreeg, Kinderen van Moeder Aarde, Thea Beckman, schrijfster uit mijn jeugd. En ik denk dat die gebeurtenissen opgeteld passie voor milieu en de toekomst en een duurzame toekomst hebben bepaald. En toen zag ik van Tsjernobyl, maak je toch wel duidelijk dat niet elke industriële activiteit van mensen zonder gevolgen kan zijn. En soms dus desastreuze gevolgen kan hebben. En het boek Kinderen van Moeder Aarde, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar dat is een fantasieverhaal over de wereld na de Derde Wereldoorlog. Waar Groenland op het mediterrane klimaat is komen te liggen, omdat de aarde is gekanteld door al het nucleaire geweld. En er is een fantastisch land onder vandaan gesmolten. En de bewoners daar besluiten om het helemaal anders te doen. 100% in overeenstemming met de natuur en de dieren om hen heen. Dus een volledig duurzame samenleving op te bouwen. Enfin, een prachtig verhaal en ook wel meeslepend. Dus daar komt denk ik mijn passie vandaan. Okay. Toen besloot ik bij Greenpeace te gaan werken. En dat is ook nog gelukt. Dan moet je een beetje geluk hebben natuurlijk. En ja, dat heeft me daarna nooit meer losgelaten. Ja, want superleuk om te zien dan eigenlijk ook een keertje waar die passie vandaan komt. Maar ook natuurlijk waar die passie jou gebracht heeft. Want sinds 2019 ben je nu kabinetchef bij Frans Timmermans, de Europese commissaris. En ondersteun je hem eigenlijk in de Green Deal en de Europese Klimaatwet. Zou jij voor de luisteraars thuis kunnen uitleggen wat de Green Deal nu precies is? Ja, eigenlijk is de Green Deal het plan om ons ecosysteem voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Dat gaat dus over klimaatverandering, maar dat gaat ook over biodiversiteit en ook over vervuiling. Het is allemaal onvergelijkbare grootheden, maar alle drie zijn een fundamentele bedreiging voor generaties die na ons komen. En voor één keertje hebben we een keer een plan gemaakt wat allereerst niet op zoek gaat naar een soort compromis, de lowest common denominator, zoals dat dan in het Engels heet, maar gewoon de doelen opschrijft en ook probeert na te streven die nodig zijn. 100% klimaatneutraal in 2050, stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het stoppen van verdere vervuiling. En het is ook voor het eerst een plan waar alles met elkaar samenhangt. Niet een los plannetje over transport en dan eentje over energie en dan nog een ander over landbouw en dergelijke. En we gaan natuurlijk wel losse wetgeving maken, want zo is onze samenleving nou eenmaal georganiseerd. Maar in de Green Deal zelf hangt alles met elkaar samen. En als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk ook heel logisch. In ons ecosysteem hangt ook alles met elkaar samen. Dat ervaren we nu maar weer in deze pandemie. Dus dat is denk ik de Green Deal in een nutshell. Ja, dus als ik het goed begrijp, is de Green Deal het soort van een één groot plan om klimaatneutraal te zijn in 2000... Welk jaar zei je net? 2050. Met een soort tussenstop. Nou ja, je kunt natuurlijk elk jaar een tussenstop maken, maar 2030 is natuurlijk een belangrijk jaar, een soort stempelpost. En daar willen we dan 55% minder CO2 uitstoten dan we in 1990 deden. Maar daarbovenop dus niet alleen klimaatneutraal, maar ook volledig circulair en schoon. Waarmee we dus ook die andere doelstellingen proberen te realiseren. Ik ben wel benieuwd. Waarom vindt u de Green Deal zo belangrijk? Ervan uitgaand dat u de Green Deal belangrijk vindt. Ja, het is eigenlijk onze laatste kans. Het is, we zien het aan het klimaatprobleem, maar eerlijk gezegd, bij biodiversiteit is het net zo schrijnend.
Als we nog 10 jaar op deze weg doorgaan, dan is het echt te laat om het nog ten goede te keren. Dus we hebben nu 1 kans. We hebben nu ook wel de mogelijkheid. Hè? We zien nou de technologie die er echt wel klaar voor is. Elektrische auto's, zonnepanelen. En we zien daar ook dat de maatschappij daar klaar voor is. Dat, met name de jongeren in de maatschappij overigens. Maar goed, dat is toch de generatie die de toekomst heeft. Dus we hebben eigenlijk nu een soort unieke mogelijkheid. En dat geldt niet alleen voor Europa. Hè? Dat geldt ook wereldwijd. Je ziet de Chinezen nu ook zelf concluderen dat ze klimaatbeleid, milieubeleid, vooral gewoon luchtbeleid in hun geval, moeten gaan voeren. En ja, je moet af en toe een beetje geluk hebben. Een nieuwe president in Amerika helpt ook. Dus ook wereldwijd ontstaat er een soort momentum. Dus de Green Deal is niet alleen als los plan belangrijk, maar vooral ook de context waarin we nu zitten, maakt hem zo belangrijk. Ja, dankjewel. En dan wil ik graag via de Green Deal ook een beetje het bruggetje maken naar het thema van deze sessies, wat namelijk is weet wat je eet. Want de duurzaamheid van voedsel is namelijk ook belangrijk in de Green Deal. En ja. Als ik het goed zeg, vooral in de farm-to-fork strategie, waar je jezelf ook veel mee bezighoudt. Zou je deze strategie ook kort kunnen uitleggen misschien? Ja, vertaald is het van boer tot bord, hè? Farm-to-fork. En dat is de strategie, een plan om onze voedselvoorziening te verduurzamen. Zowel wat betreft het eindproduct, gezonder voedsel, maar ook de manier waarop we het produceren. Misschien is dat laatste nog wel relevanter als het gaat om in ieder geval ons milieu en ons klimaat. En we hebben natuurlijk gezien dat het Europese landbouwbeleid de afgelopen 50 jaar vooral was gericht op het produceren van voldoende voedsel, zelfs veel te veel voedsel. En de vervuiling die daarmee gepaard gaat, hebben we eigenlijk pas de laatste 10 jaar proberen we daar wat aan te doen. Dat gaat binnen dat landbouwbeleid heel lastig, omdat dat eigenlijk gewoon inkomenssteun is. Dus je steunt boeren die anders eigenlijk geen leefbaar inkomen hebben. Dat is nuttig, belangrijke mensen die belangrijk werk doen, maar het helpt niet zo om het klimaat te verbeteren. Dus we hebben daarnaast een plan gemaakt waarin we gewoon de doelen stellen die nodig zijn om de landbouw echt te verduurzamen en schoner voedsel of gezonder voedsel te laten produceren. En dat gaat dus over pesticiden, mestgebruik, over landbouwmethodes en ook over het aanprijzen van voedsel. De Europese Unie maakt gek genoeg nog steeds best veel reclame voor rood vlees, ja, dus rundvlees. En we weten om vele redenen dat dat slecht is. Het is slecht voor het klimaat en het is ook slecht voor je gezondheid. Dus daar moeten we echt iets aan doen. Hetzelfde geldt overigens voor de promotie van tabak, wijn, alcohol. Allemaal dingen die helemaal niet zo gezond zijn. Dus weet wat je eet was niet heel lang het motto binnen de Europese Unie. Het was meer hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk verkopen. Dat gaan we nu bijdragen. Dus de Farm to Fork kan als subtitel hebben weet wat je eet. Ja, dankjewel voor deze uitleg. En wat ik me dan afvraag is, in hoeverre is deze strategie, en ook daarmee de duurzaamheid van voedsel, dan belangrijk in de Green Deal? Het is altijd moeilijk hoe je belangrijkheid meet. Maar als je kijkt naar de moeite die we zullen moeten doen om dit te realiseren, is het heel belangrijk. Want die moeite is enorm. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ja, de bestaande landbouwmethodes, die zijn diep ingesleten. Landbouw vernieuwen is inherent lastig. Dus ik denk dat deze strategie, dit plan, gaat veel van onze tijd en ook ons politieke kapitaal, zoals dat dan heet. Hè. Dus hoeveel inspanning heb je nodig om alle landen op één lijn te krijgen? Dat is bij de -55 best heftig, maar dat is ons al gelukt. Bij een groen landbouwbeleid zijn we daar nog helemaal niet. Nee, daar moet nog echt wel wat gebeuren. Oké, dus ja, ook eventjes voor mezelf dat ik het goed in orde heb allemaal. Maar we willen dus eigenlijk nu gaan overstappen naar een groener beleid, naar een groener landbouwbeleid, waarin eigenlijk minder CO2-uitstoot is bij de dingen die we consumeren. Ja, dus de CO2-voetafdruk van ons voedsel moet omlaag, maar ook de andere vervuilingsaspecten. Hè? Dus de erosie en het uitputten van de bodem. Het verdorren van onze natuur, stikstof, een belangrijke discussie in Nederland, pesticidengebruik.
Dus het gaat breder dan alleen klimaat, maar het heeft ook veel met klimaat te maken, want we weten allemaal dat sommige landbouwmethodes zijn enorm klimaatintensief. Intensieve veehouderij is daar eigenlijk wel het meest pregnante voorbeeld van. En sommige landbouwmethodes zorgen zelfs dat er meer koolstof in de bodem terechtkomt. Dus dat er meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen. Voor bepaalde gewassen en bepaalde teelmethodes kunnen daar heel goed geschikt voor zijn. En die hebben we ook heel hard nodig. Want we zijn inmiddels voorbij het punt dat we gewoon kunnen zeggen, nou, we verminderen gewoon onze uitstoot en dan komt het ook wel goed. We zullen ook de capaciteit van de aarde om CO2 op te slaan moeten vergroten. Dus bossen bijvoorbeeld, maar ook andere landbouwmethodes. Oké. Ja, dat klinkt allemaal wel interessant. Maar ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd, want in het begin gaf je dan aan 65% dat we naar beneden willen ten opzichte van 2050. In hoeverre zijn deze doelen realistisch als die transitie zo lastig gaat worden? Ja, voor klimaat is het dus 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Okay. En in 2050 is het 100% minder. En dus eigenlijk is het gewoon een lijn die zo naar beneden loopt. Of zo voor je. Die grafiek waarmaken, dat is lastig, maar met die huidige technologie te doen. We zien, 10 jaar geleden had ik daar een heel ander antwoord op gegeven. Dan had ik echt gezegd, nou, op dit moment is het volstrekt onmogelijk om dat te doen en dan moet er een wonder gebeuren. Nou, dat wonder is gebeurd, in zekere zin is het helemaal geen wonder, het is gewoon technologische innovatie. En we zien dus nu dat zonne-energie in adembenemend tempo heel goedkoop aan het worden is. In Portugal maak je nu zonnestroom voor 2 cent per kilowattuur. Dat is de helft van de prijs van de goedkoopste kolencentrale in Polen. En dat stond altijd model voor goedkope maar vieze stroom. Nou, je kunt dus nu goedkope en schone stroom maken. Maar goed, dat is in Portugal. Dat is nog niet in de rest van Europa. Maar offshore wind kan voor de Nederlandse, Deense en Duitse kust al zonder subsidie worden aangelegd. Dus ook daar zijn hele grote stappen voorwaarts gemaakt. Elektrische auto's, hetzelfde verhaal. 10 jaar geleden zagen dat dingen niet uit, kostte de godsvermogen. Reed hij tot aan het tuinhek en dan was hij alweer leeg. Nu heb je een situatie dat elektrische auto's gewoon bereikbaar worden voor het gewone publiek. En ik durf te voorspellen, binnen 2-3 jaar is een elektrische Volkswagen goedkoper dan zijn benzinebroertje. Dan gaat het hard. Dus nu kunnen we die min 55 halen. Of we dan vervolgens ook nog echt naar klimaatneutraal gaan. Ik ben er optimistisch over, maar dan moeten nog wel wat dingen gebeuren die dat mogelijk maken. Denk maar eens aan cement en beton. Dat is enorm CO2-intensief. Daar hebben we eigenlijk nog geen goed zicht op alternatieven. Staal, hetzelfde verhaal. Maak maar een staal zonder CO2 uit te stoten. Dat is bijna niet te doen. De eerste experimenten zijn nu op de rails, maar dat is nog heel ver van die enorme miljoenen tonnen die wij per jaar produceren. Dus er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar ik ben wel optimistisch. Oké, dat is goed om te horen. En je zei net dat stukje dan met cement en staal, et cetera, dat nog super CO2-intensief is. Maar is die verduurzaming binnen de voedselindustrie wel realistisch met de huidige technologieën? Ja, want die heeft ook veel met gedrag te maken. Misschien is dat wel veel moeilijker, maar het kan wel. Dus het heeft ook gewoon met ons dieet te maken. En als ik zeg dat ik heel optimistisch ben over de mogelijkheden om planeet Aarde, zeg maar, Spaceship Earth, in duurzaamheid te laten voortbewegen door het heelal, dan ook voor toekomstige generaties, ook in grote welvaart, ook als we uiteindelijk met 10, 12 miljard mensen op deze aardbol leven, dat kan allemaal, want de zon geeft ons per minuut zo'n beetje meer energie dan we in een half jaar opmaken, met z'n allen. Maar er is één belangrijke beperking, en dat is ons dieet. Als we allemaal gaan eten als een Europeaan, dus met z'n 12 miljarden of 10 miljarden gaan eten als een Europeaan, laat staan als een Amerikaan, dan gaat dat trekt planeet Aarde niet. Dat hebben we gewoon niet. Daar hebben we de ruimte niet voor. Dus we zullen wel een ander dieet, een meer plantaardig dieet moeten ontwikkelen. Nou, hele volksstammen eten plantaardig. Mm-hmm. Steeds meer jongeren ook, overigens. Dus ik denk wel dat het kan, maar dat is hardnekkig. Ja, dat kan ik geloven. Ja, ik ben zelf nog niet vegetarisch, maar wellicht in de toekomst dan ook. Maar je bent zelf bijvoorbeeld actief vanuit politiek gebied op de verduurzaming van ons voedselsysteem. Maar bij wie ben jij ervan overtuigd dat die verantwoordelijkheid eigenlijk ligt? Ja, die ligt bij ons allemaal. Dat is een beetje een dooddoener antwoord, maar het is wel waar. Kijk, consumenten
hebben natuurlijk een eigen keuze. Maar die moeten we ook niet overdrijven. Consumenten worden op allerlei manieren aangezet tot bepaalde keuzes. En daar moeten we wat aan doen. En voor dat reclame, aanbod en voor die dingen heb je toch overheden en bedrijven overigens die daar verantwoordelijk voor moeten zijn. Dus het is toch een samenspel. En dan zie je altijd dat er afhankelijk van de tijd, van de periode waarin je zit, lopen sommige actoren wat voorop. Consumenten hebben eigenlijk nooit voorop gelopen. Ik hoop dat dat nog een keer gaat gebeuren. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld bedrijven, die ook grote supermarktketens, die zich hier druk over maken en er ook steeds meer aan gaan doen. En je ziet gelukkig dus ook in het kader van Farm to Fork, de Europese overheden, Europese landen, ook steeds verder naar voren stappen. Maar het gaat wel traag. Want dit samenspel zie je ook op het gebied van duurzame energie en je ziet het op andere vlakken. Bij voedsel gaat het wel langzaam. Dus dat is wel een zorgkindje in de hele Green Deal bij elkaar. Ik zei al, dat gaat ons waarschijnlijk de meeste moeite kosten om daar echt fundamenteel iets in te veranderen. Dus u noemt net al een beetje de verantwoordelijkheid die de overheden en de industrie moeten dragen. Maar in hoeverre is dan ook dus de Europese Unie en daarmee de Green Deal belangrijk? Ja, die is cruciaal, want Europese overheden opereren, zeker als het gaat om landbouwbeleid, toch altijd met elkaar. En voedselbeleid. En dat is, kijk, je kunt wel zeggen, daar gaan nationale overheden alleen over, maar die kijken toch wel naar de buren en de producten gaan sowieso over alle grenzen heen. Dus het is cruciaal dat we in de Green Deal definitief de wissel omzetten van het huidige voedselproductiebeleid. Dat is meer dan alleen landbouw, hè, dat hoort ook de hele voedselketen bij, naar een duurzamere. Volledig duurzaam voedselproductiebeleid. En dat de Green Deal moet die wissel omzetten. Dus die is wel instrumenteel. Want we hebben natuurlijk veel gehad nu natuurlijk over de duurzaamheid van voedsel en de rol van de Europese Unie. Maar Ruben en ik zijn twee studenten uit Tilburg. En wat kunnen wij nou concreet vanaf vandaag bijvoorbeeld doen om ook echt ons steentje bij te dragen aan deze transitie? Ja, dat is toch je gedrag. En je dieet. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat kan van vandaag op morgen. En het is tegelijkertijd ook heel moeilijk. Niks zo moeilijk als het veranderen van gewoontes. Iemand legde mij ooit een keer uit dat, hoe dat werkt. Als je je handen over elkaar doet, zoals ik nu doe, dan doe je dat altijd op dezelfde manier. Probeer het maar eens andersom. Dat is altijd een beetje dat je denkt, hé, moet dat dan? Maar als je dat dan 5 keer hebt gedaan, is het eigenlijk heel eenvoudig. En dan vraag je je af waarom je dat nou zo lastig vond. Nou, dat is een beetje de situatie die we bij het veranderen van je gedrag op het gebied van diëten ook hebben. En je ziet er bij de overstap naar het eten van minder vlees of helemaal geen vlees. Dat is voor lang niet iedereen even eenvoudig. Maar als je het een tijdje doet, dan denk je eigenlijk, waarom heb ik daar nou zo lang over gedaan? Maar het blijft staan dat dat is wat jullie allemaal kunnen doen en dat ook nog eens... Het belangrijkste is wat de belangrijkste bijdrage. Ik zei al, consumenten in die 3-eenheid van bedrijven, consumenten en overheden, doen consumenten het nog niet zo goed. Dat is nou eenmaal waar. Burgers wel, en dat zijn eigenlijk wij ook allemaal. Hè? Dus we maken ons zorgen als we de krant lezen en televisie kijken en soms zelfs als we naar de stembus gaan over duurzaamheid en ook over voedsel. En dan staan we in de supermarkt en dan gaan we toch voor de bijl. En die verandering, en zeker studenten, hoog opgeleid, bezig met de wereld, jullie moeten in staat kunnen zijn om dat te doen. Ja, want ik vind het interessantste dan ook wel dat stukje inderdaad wat je zegt, dat veranderen van het gedrag. En hoe kan de politieke systeem daarbij bijdragen? Natuurlijk, je schrijft doelen vol en we gaan natuurlijk ook weer naar de stembus binnenkort. Hoe kunnen we op dat gebied bijdragen? Nou ja, je ziet wel, en dat is gelukkig wel alom erkend, zelfs door de grootste, laten we zeggen, liberale stromingen in ons land, die altijd zeggen, ja, de overheid moet zich niet met keuzes van mensen bemoeien. Maar je ziet natuurlijk dat beleid wel degelijk keuzes beïnvloedt. Jullie roken al veel minder dan de generatie van je ouders, en die roken weer veel minder dan de generatie van hun ouders. Die rookt overigens weer veel meer, want dat is heel hard omhoog gegaan. En een groot onderdeel daarin is overheidsbeleid. Sigaretten duur maken, ze minder aanbieden, reclames verbieden, reclames veranderen, de verpakking veranderen. Dat zijn allemaal overheidsmaatregelen die overigens soms met heel veel chagrijn worden ontvangen, maar uiteindelijk wel helpen. En dat is ook wat de overheid moet en kan doen bij het produceren van voedsel. Kijk, ik vind sowieso
alles wat geproduceerd wordt, moet duurzaam zijn. Dus daar, hè, bij de, aan de productiekant, regels voor het gebruik van kunstmest en dergelijke. Maar ook aan de consumptiekant vind ik dat we meer zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld door het aantrekkelijk maken, ook in prijs, van gezondere producten. Kun je met BTW en dergelijke doen. Dus er is nog heel veel mogelijk. En we hebben heel lang geaarzeld, hè, vanuit dat toch licht liberale gedachtegoed. We zijn een liberale samenleving. Sociaal-liberaal noem je het wel eens. En dan hebben we altijd gezegd, nou, daar gaan we ons niet zo mee bemoeien. Maar dat helpt niet. Dus we zullen uiteindelijk ook daar wat moeten doen. Ik zei al, het eerste wat we moeten doen is die rare reclames van de Europese Unie die gewoon de verkeerde producten aanprijzen. Daar moeten we naar. Ja, u noemt net sigaretten als voorbeeld. Maar ziet u dan ook in de toekomst bijvoorbeeld dat er boodschappen op fastfoodproducten komen van hey, dit is eigenlijk helemaal niet goed voor je gezondheid? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja. En dat ook het aanbieden van fastfood beperkt wordt, zoals dat ook bij sigaretten gebeurt. Hè. Dus er wordt nu al gesproken rond scholen om dat soort beperkingen op te leggen. En dat is altijd het begin van dat soort discussies. Het begint altijd bij kinderen, en terecht overigens. Dus we praten over alcoholaanbod, we praten over coffeeshops rond scholen. Maar we gaan dus ook praten over snackbars en fastfood aanbieden. Ja, dat is, en overigens begint dat vooral in scholen, hè, en in kantines. Ook daar is nog een hele wereld te winnen. Ja, dan heb ik denk ik nog één laatste vraag. En dat is ook het stukje, we hebben het net gehad over in de supermarkt staan en dan de keuze maken. Maar ik vind het soms nog best lastig als ik in de supermarkt sta om te zien van, nou, wat is nou duurzaam en waarom is het duurzaam? Heeft het dan ook een stukje te maken met de inzichtbaarheid van duurzaamheid van het product? Ja, labeling is cruciaal. En ook daar geldt natuurlijk dat we nog veel te doen hebben. Want daar hebben we het ook licht liberaal vrijgelaten en daarom is de consument totaal de weg kwijtgeraakt tussen al die groene stippen die je kan kopen. En daar moeten we echt iets aan doen. Dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt om ervoor te zorgen dat voedsellabeling. We hebben nu een nieuwe Europese richtlijn, die heet Nutri-score. Die gaat over hoe gezond is het voedsel eigenlijk. Nou, die is te vuur en te zwaar bestreden van verschillende kanten. Dus dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat we daar echt verder mee kunnen. Maar dat is wel een belangrijke richting. Ja, consumenten voorlichten. Maar de digitale samenleving maakt het natuurlijk steeds makkelijker. Hè? Je kunt feitelijk van elk stukje biefstuk met een QR-code laten zien waar die vandaan kwam. Letterlijk. En misschien is dat te veel informatie voor consumenten, maar misschien helpt het ook wel. Ja, ik vind het allemaal heel interessant en ik zou ook graag nog 4-5 vragen doorstellen. Maar vanuit de organisatie hebben we een aardige tijdslimiet neergekregen van hey, hou het nou bij 20 minuutjes. Dus ik zou je heel erg willen bedanken voor je tijd. Ik denk Ruben en ik vonden het echt heel interessant en ik denk ook echt erg inzichtelijk. Dus dankjewel daarvoor. En dan was dit Weet wat je eet in de duurzaamheid van voedsel. Samen met Diederik Samson. Veel succes, hè? Super, dankjewel. Okay. Jij ook succes.